zit net in mijn gehuurde autootje. Nou, echt klein is het niet, het is een 8-persoonswagen. Ik ben mentaal aan het voorbereiden om straks de weg op te gaan. Ik ga naar Canberra rijden, het duurt zo'n 6,5 uur. Het grootste probleem op dit moment is dat ik me mentaal moet voorbereiden om ook aan de linkerkant te rijden. En dat wordt wel tricky. Ik denk dat ik maar gewoon moet gaan beginnen. Linkerkant alleen, jongens. Holy fuck. Ik heb echt nog maar net mijn rijbewijs. Althans, ja, een jaar geleden heb ik gewoon niet gereden sinds die tijd. Dus ik shake hem wel. Ik ben nog niet begonnen, want ik heb nog geen. Dus gewoon één richting verkeer. Ik heb nog geen auto's de verkeerde kant van de weg gezien. Oh, kut. De ruitenwissers aan. Het is een automaat, dus dat maakt ook al iets makkelijker. Maar dat die zo groot is, dat helpt echt geen meter. Richtingsaanwijzer zit ook aan de andere kant. Dat is ook ideaal. Dus we zijn mijn ruitenwissers aan doen in plaats van knipperlicht. De weg zelf is eigenlijk best wel rustig. Dus ja, dat is wel gunstig. Het enige punt alleen is dat ik niet echt een goed GPS-systeem heb. Geen idee waar ik in. Het meest opvallend nu op dit moment is dat wij weer af en toe loslopende rendierenbordjes hebben. Zijn dit in principe alleen maar loslopende kangoeroebordjes. Ik heb geen kangoeroe gezien in Australië, dus ik weet dat ik er nu zo'n beetje tegen op midden van de weg. Dat is lastig zijn. Oké, ik weet waar ik ben, dus gaan we weer knallen. Oké, dus ik moet deze weg 5 kilometer aanhouden. Dan kom ik op een gigantische snelweg die me in één keer door naar Sydney kan brengen. Eerst moet ik stoppen in Canberra. Oké, ik ben zojuist aangekomen in Canberra bij mijn hostel. In één stuk. Ik moet eerlijk zeggen, uiteindelijk viel de linker rijstrook gebeuren best wel mee. Maar ja. Het was toch wel een goede uitdaging voor me. Achteraf is alles goed gegaan, dus prima. Alright. Tijd om los op te kijken.
dagje. Dit is mijn eerste dag in Canberra. Het is heel droevig weer. In principe staat Canberra er ook bekend om. Dat het gewoon een Australische stad is met het slechtste weer. Ik ben inmiddels aangekomen bij het Australian War Memorial. Uitzicht op zich prachtig. En als we dan even hier gaan staan, dan zie je waar het om gaat. Even binnenkijken. Helaas niet veel meer in het House of Parliament. Het was wel een spektakel. Ik wil uitleggen. Uiteindelijk heb ik Tony Abbott toch gezien. Ik kon er binnen bij een debat van de regering met de oppositie. Het was ontzettend interessant te zien wat de verschillen ook waren tussen een Nederlands debat en eentje hier in Australië. In de 30 minuten dat ik binnen was. Er is één politici uitgemaakt voor moordenaar toen het over grensbeveiliging ging. Verder zijn verschillende politici uitgemaakt voor idioten. Dus het gaat allemaal een stuk verder aan toe dan bij ons. De orde was ook ver te zoeken. Er was iemand die wel de orde probeerde te houden, maar in principe was het gewoon zo ontzettend rumoerig. Iedereen die door elkaar heen praatte. Verschillende malen ook heer natuurlijk moeten aanhoren. Het is een fantastisch spektakel wel. Het is interessanter dan Nederlandse debatten. Misschien ook even een goed moment om mijn auto te showen. Acht persoonscar, gloednieuw. Wonder boven wonder heb ik nog geen krassen gereden of iets. Ik heb wel de koplampen bijna afgetikt, maar ze zitten nog steeds op, dus dat is prima.